Het probleem van de décolleté wordt wel eens de Devil's Fountain genoemd. Nou, de Devil's Fountain, dat zijn allemaal rimpeltjes die als een soort fontein eigenlijk tussen de borsten zitten. Nou, dat is natuurlijk hartstikke vervelend voor vrouwen. Ze kunnen dan, soms schamen ze zich, dan gaan ze een kooltrui dragen. Ja, en dat is iets wat we heel goed kunnen oplossen. Daarnaast is ook wel leuk om even te benadrukken dat er soms ook van die ouderdomsvlekjes zijn die we ook heel goed kunnen behandelen. Ja, nou, er zijn meerdere middelen die je kan gebruiken, maar waar ik hele goede ervaringen mee heb, is gewoon met het gebruik van Belotero. Belotero is een zachte filler die je heel oppervlakkig kan inspuiten en waardoor eigenlijk die rimpeltjes heel goed verdwijnen. Die zijn niet helemaal weg, maar ze zijn wel heel duidelijk verminderd. Je kunt, als het hele diepe rimpels zijn, kun je nog wat diepere, wat sterkere middelen nemen, wat dikkere hyaluronzuren. Maar Belotero is wel mijn eerste keus. Nou, ik wil nog wel eventjes. Je kunt ook voor de bruine vlekjes kun je crampjes gebruiken, je kunt peelings doen. Maar het eerste is meestal wat ik adviseer is Belotero. Je krijgt het niet helemaal dat het helemaal glad is. Dus van van in je puberteit of weet ik veel, dat krijg je niet meer. Maar wat wel heel duidelijk is, is dat die rimpels heel sterk verminderd zijn. En waardoor mensen zich toch echt niet meer zo hoeven te schamen. En waarin ze denken van het is gewoon weer toonbaar. En dus de diepe rimpels, daar kan je echt wel zeggen van die kunnen echt goed weg.